Vrouwen kunnen nog wel eens verlegen zijn, of nog wel eens, dat hoor ik eigenlijk heel vaak. Ik vind het moeilijk om trots te zijn op waar ik voor sta, of te vertellen wat ik kan, of te vertellen wat ik wil. Jezelf een beetje naar voren schuiven en daardoor verder komen, dat is iets wat vrouwen niet zo makkelijk doen. Ik denk dat ik al toen ik heel klein was, wist dat ik de kant van bladen op wilde. Alleen kon ik het toen nog niet zo benoemen. Maar ja, misschien doen alle meisjes dat. Maar in ieder geval had ik in die tijd, als ik even niks te doen had, dan pakte ik een paar witte blaadjes. En die maakte ik dan met zo'n draadje aan elkaar. En dan tekende ik daar zelf modepoppetjes in en ogen. En die ging ik dan mooi opmaken. En dan ging ik mooie kleren bij tekenen. En dan maakte ik daar toen al bijschriften bij. En het waren eigenlijk mijn eigen tijdschriftjes. En later kwam er iemand op mijn middelbare school vertellen over dat er een school voor journalistiek was. En dat dat niet betekende dat je nou direct een hardcore journalist hoefde te worden als je naar die school ging. Maar dat je bijvoorbeeld ook kon leren om bladen te maken. En toen, pang, gebeurde er iets in mijn hoofd. Dacht ik, wauw, dat wil ik. Ja, bij Cosmo Curl hebben wij echt geprobeerd om die meiden inspiratie te geven. Dat ze het beste uit hun leven konden halen. Born to Lead was het thema. En wij hadden het in dat blad, waar het dat voor 14 tot 16-jarige meisjes was, hadden wij het al over thema's als carrière. En dat bleek ook uit de respons. Daar waren meiden ook al mee bezig. Er waren meiden van 16 die al een compleet businessplan hadden en daar al wat mee deden. En dat vond ik altijd fascinerend. Het fascineerde mij hoe ongelooflijk bij de hand die meiden waren en ook aan de andere kant nog heel kwetsbaar, nog heel erg op zoek naar allerlei antwoorden. En die twee zaken konden wij heel goed combineren in het blad. Dus we lieten een meisje van 16, Marlies Dekkers, interviewen over hoe je een imperium opzet zoals zij dat had. En aan de andere kant hadden we het natuurlijk over jongens en over liefde en al die zaken die daarbij horen. Kijk, wij zeggen red is voor the best things in life. Dus alles wat er in je leven gebeurt, daar het beste en het meest actuele van, dat lees je maandelijks in red. Maar doorlopend is carrière ongelooflijk belangrijk. Want het blad wordt vooral gelezen door vrouwen die werken, voor wie carrière heel belangrijk is. Of carrière voor wie werk heel belangrijk is. Daar steken ze veel energie in. Daar zijn ze continu op zoek naar nieuwe uitdagingen. Daar zijn ze aan het kijken hoe ze kunnen komen waar ze graag willen zijn. Ze zijn op zoek naar een balans tussen hun privé en hun werkend leven. Ze denken elke dag na, wat moet ik aan naar mijn werk? Ze zijn op zoek naar voorbeelden van vrouwen die doen wat zij misschien wel zouden willen doen. Kortom, carrière is in elke pagina van Red belangrijk. Wrestled Women Awards, dat zijn prijzen die we uitreiken aan vrouwen waarvan wij zeggen de meest inspirerende vrouwen van Nederland. Niet zozeer bekende vrouwen, maar wel vrouwen die iets bijzonders hebben neergezet. Een mooie onderneming of een project van de grond hebben getrokken op verschillende gebieden. En die vrouwen die zoeken wij uit en die zetten we dan in het zonnetje. En dat is een enorme gezellige happening waarin ook weer heel veel andere redvrouwen komen. En die gaan ze met elkaar netwerken en proberen zaken met elkaar te doen. En dan komen ze weer tot mooiere plannen op ons event. En daar ben ik altijd ongelooflijk trots op. Red en Branded You hebben elkaar natuurlijk gevonden omdat wij bij Red al langer constateren dat vrouwen het niet altijd even makkelijk vinden om te laten zien aan de buitenwereld waar ze toe in staat zijn, wat ze kunnen, wat ze in hun mars hebben. En vrouwen kunnen nog wel eens verlegen zijn, of nog wel eens, dat hoor ik eigenlijk heel vaak.
Ik vind het moeilijk om trots te zijn op waar ik voor sta. Of te vertellen wat ik kan. Of te vertellen wat ik wil. Jezelf een beetje naar voren schuiven en daardoor verder komen. Dat is iets wat vrouwen niet zo makkelijk doen. Brenda Jewel gaat daar wat aan doen. Die gaat zorgen voor de empowerment van vrouwen die verder willen komen in hun carrière. En Red wil daar graag bij helpen, want daar staan wij ook voor. Daar gaat Red over.